Beste YouTubers en YouTubies. Ja, ik ben weer lekker terug. Ik ben weer vrolijk. Ik had de dikke vette voldoende voor de opdrachten die ik moest inleveren. Dus vandaar. I'm back in black. Maar ik heb geen zwart aan. Dus ben ik back in black. Maar black and white. Back in white. Oké, dit gaat. Wat ik jullie eigenlijk wilde vertellen, dat is... De actie YouTubers tegen kanker gaat stoppen. Morgen gaat bam. Alles weg, dan stoppen we ermee. Dan is de actie voorbij. 31 maart is het over. Hoeveel geld we in totaal hebben opgehaald, kunnen we helaas niet vertellen. Want, dan komt de dikke vette maar. Maar, omdat, gewoon. 11 april gaan Splashvlog, Remy en ik, die gaan dan naar het hoofdkantoor van het KBF. En daar gaan wij elkaar verzamelde bedrag inleveren middels een gigantic check. En dat gaan we dan van jullie opnemen en dat zetten we online op YouTube. Dat wil zeggen dat jullie dus nog maar één dagje hebben om te doneren. En daarom vragen wij jullie ook hartelijk en vriendelijk en zo lief als we kunnen. Of jullie toch nog even wat geld kunnen missen om te storten via de linkjes onder in deze video. Het is een kleine moeite. Je kan ook naar de website gaan www.justsamir.nl en je kan daar reacties achterlaten. Dat kan allemaal. Dat geld dat gaat naar het KWF toe. Dus... doe wat je niet laten kan. Verspreid dit filmpje nog voor één dag. Want we kunnen nog één dag. Amazing, is dat dit? Wat ik verder wil vertellen tegen jullie. Oh joh, ik ben zo lam als een meelbal. Maar dat maakt niet uit. Wat ik jullie wilde vertellen is dat wij appelsap hebben. Kom ik aan met appelsap. Dit is gewoon keihard sinaasappelsap. Maar dat maakt niet uit. Kijk, ik zeg altijd gratis is goed en goed is gratis. Mijn filmpje is eigenlijk wel een beetje ten einde gekomen. Het was eigenlijk eerder een mededeling. Het spijt me mensen. Daarbij denk eraan. Zonder mededeling zouden we ook nergens staan. Hoe bedoel je dat, Sammy? Is weer een beetje moraal in het verhaal. Als je nooit een mededeling of een update zou krijgen. Hoe zou je dan weten hoe het in de wereld gaat? Zonder updates hadden we geen nieuws. En zonder nieuws wisten we niet wat er gaande was in de wereld. Zonder nieuws zouden we uiteindelijk stilstaan. Oftewel uitsterven. Ja, dat moet je maar goed onthouden. Volg me op Twitter. Staat hier. Volg me op mijn website. www.justsamir.nl. En... abonneer ook op Nico. Ja, maar wie de fuck is Nico? Nico Parodyvlogs, die heeft enorm goed zijn best gedaan met de kankeractie. Oh, dat klinkt trouwens anders dan ik bedoel. Met de actie YouTubers tegen kanker heeft geld ingezameld. Abonneer dus eventjes als je wilt. Beste YouTubers en YouTubies, dan ga ik er maar weer eens van door. Ik moet nog een lampje verwisselen en met de twee linkerhanden die ik heb gaat dat niet zo. Ik wens jullie allemaal een hele fijne middag. De zon die is, zoals je misschien kan zien aan het beeld, een klein beetje verdwenen. Maar dat kan wel eens gebeuren. Geniet van het weer. Geniet van april binnenkort. En maak er een leuke dag van. En dat zeg ik nou al de hele tijd. Dus je weet waar je moet doen. Een leuke dag van maken. Laat je reacties achter. Doneer nog eventjes aan het KWF. En zoals ik altijd zeg, shazam. En natuurlijk ook nog, vlog on.